3 dagen vol vreugde, warmheid, gezelligheid. 3 avonden vol prachtige shows s'avonds. 12 workshops over die 3 dagen. We hebben een prachtig bazaar, we hebben hapjes. We hebben 2 afterparties gehad. Wat meer wil je? Ik vind het leuk om te vertellen dat iemand zei tegen mij wat toen de tijd breakdance en hip-hop was voor jongens, is urban fusion bellydance voor vrouwen. Dus het verhoogt je vrouwelijkheid. Het geeft een super gevoel van zelfverzekerheid. Wij zien het als vrouwen empowerment. En heel veel vrouwen vinden het heel fijn. Als een uiting van hun belevenis en hoe ze de wereld meemaken. Ik vond het echt superleuk. Het was heel erg levendig, heel kleurrijk. Van alles en nog wat, heel veel variaties. Het is gewoon een hele gemoedelijke sfeer. Dus iedereen loopt in en uit, voelt zich op haar gemak, zo lijkt het. En je kunt hier lekker wat zitten, drinken en even kletsen met de mensen met een kraampje. Dus al met al heel gezellig. Dans is een manier om jezelf te uiten, om met jezelf in contact te komen. Maar ook om met anderen in contact te komen. Ze zijn erg bezig met de binnenwereld. Dus ze doen dit niet om te showen, ze doen het om meer van zichzelf te leren kennen en sterker in hun vel te staan. Dus het heeft een soort spiritueel element. Ze kan wat meer doen dan alleen maar zo praten, maar juist in je beweging aangeven wat iets met je doet, hoe je je voelt. En dat, ik denk dat het heel bevrijdend is vooral. En ook de boodschap uit dit hele scene is ook, maakt niet uit welke maat je hebt. Dat vind ik ook zo leuk. Weet je, je kan groot zijn, klein, lang, maakt niet uit. Alles is mooi. Vrouw zijn is mooi. Het is gezellig en de workshops zijn eigenlijk heel toegankelijk en heel divers, dus wat voor stijl je ook doet. Het is heel goed te doen en je hoeft ook geen superpro te zijn om eraan mee te doen, want daar was ik zelf een beetje bang voor. Er zijn bepaalde waardes die hierbij horen en de meest belangrijke misschien is dat iedereen gelijk is. Dat begon al in de geschiedenis van dit genre, heel lang geleden, einde jaren 80, en met de American Tribal Style, ATS. En het is de filosofie dat iedereen zo mooi en goed is als elkaar. Dus je hebt niet battles of duels of competitie, dat vinden ze helemaal niet oké. Wij zijn allemaal hetzelfde en samen. En dat geldt ook voor etniciteit, leeftijd, opleiding.
rijk of niet. So you don't miss this quick glimpse inside. Black. Het is zo gemoedelijk. Men loopt binnen en je voelt het gelijk. Je denkt, ah, dit is leuk hier. En de liefde die vloeit. Ik vind het in ieder geval heel erg bijzonder. Ik vind het ook heel erg leuk om te komen.